Iedereen moet gewoon boeken gaan geven. En dan bereiken we alle kinderen en dan genieten we allemaal van Ronja de Roversdochter. Ik ben Jean-Christophe Boele en ik ben de uitgever van uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam. En ik ben hier omdat we de presentatie gaan hebben van een groot nationaal evenement. En dat is dat we allemaal boeken gaan weggeven. En het eerste boek is Ronja de Roversdochter en dat wordt hier vanochtend gepresenteerd. Wat wij eigenlijk het allerleukste vinden is dat in boeken mooie verhalen staan. Verhalen waar je bij weg kunt dromen, waar je in andere werelden terechtkomt, waar je hoort, merkt, voelt hoe andere kinderen voelen. Ik vind het verhaal spannend omdat Ronja gaat op avontuur. Dat Ronja mensen helpt, heel graag, ook al zijn ze vijanden. En ook dat er avontuur in zit. Ik heb een stuk voorgelezen en de kinderen gingen daar een tekening over maken. We hebben vragen, een spel gedaan met vragen. We hebben natuurlijk het boekenplankje geverfd. Iedere dag hebben we tijd in gepland om stil te lezen. Kinderen hebben voorgelezen. Dat je voor de klas staat en dat je een boek voorleest. En dan kunnen mensen, als ze deze boek leuk vinden, dan kunnen ze deze vragen. Want dan kun je ook allemaal goede woorden begrijpen als je later groot wordt. Dan kun je ook gewoon makkelijk lezen dan in plaats van stotteren. Alle mensen die Ronja ooit gelezen hebben, die zijn een beetje verliefd geworden op Ronja de Roversdochter. En het is zo'n fantastisch, heerlijk verhaal. Ik heb het net weer voorgelezen aan mijn kinderen en ik geniet er eigenlijk van. Dus het is een fantastische keuze.